In deze aflevering van Goois Gelul gaan we het hebben over de Gooise geschiedenis, onze stages en hebben onze Gooise kakkers weer wat uitgespookt. Daarom heet ik jullie welkom in deize aflevering van... Goois Gelul! Hoi en welkom bij deze zesde en laatste aflevering van Goois Gelul, het programma gemaakt door jongeren voor jongeren. Het eerste onderwerp zal gaan over de Gooise geschiedenis en we gaan gelijk even kijken naar de video. Oké, dus we weten nu allemaal wel dat het Gooi kakkerland is. En als je een paar afleveringen terug hebt gekeken, dan weet je ook dat in Amsterdam waren er een heleboel rijke mensen. En die hielden meestal niet zo heel erg van Amsterdam, want Amsterdam stonk. De riolering daar was echt niet goed. Hierdoor kwamen die rijke Amsterdammers altijd graag naar het Gooi toe op vakantie om daaraan te ontsnappen. Dus hier komt het welbekende kakkerstereotype vandaan. Eigenlijk waren dat gewoon allemaal Amsterdammers die naar het Gooi toe verhuisden. Dit gebeurde ongeveer in 1700, 1800. Maar voor die tijd woonden er ook mensen in het Gooi. Wie waren dat? Het Gooi is een prachtig grondgebied. Ook heel erg onhandig voor als je hier een boer wilt zijn. Het bestaat uit hooilanden, weilanden, heides, wildernissen. Het is gewoon niet helemaal ideaal als je hier wilt ploegen. Toch waren er een paar boeren die gek genoeg waren om het wel uit te proberen. Dat waren de erfgooiers. We staan hier nu bij een meent. Het idee van deze meent was eigenlijk dat het een soort van gemeenschappelijke grond was. En hier woonde dus niet één boer, maar meerdere. En ze konden hier dus gezamenlijk hun schaapjes en hun koetjes over laten grazen. Dat betekent dat iedereen hier ook een beetje zeggenschap had over het land. Dus als er dingen bepaald moesten worden, dan deden ze dat door middel van vergaderingen. En dit was hun recht. Volgens de Germaanse wet mochten ze die beslissingen zelf maken. Alleen was er één man die woonde hier, die vond dat niet zo cool. Graaf Floris de Vijfde van Holland. Hij wou dat gebied namelijk beter controleren om Utrecht een beetje tegen te zitten. En dat ging niet als die gooiers ineens allemaal zelf beslissingen gingen maken. Nee, hij moest regeren. Dit was zijn recht. Dat stond in de Romeinse wet. In de middeleeuwen waren er twee geldige wetten. Je had de Romeinse wet en je had de Germaanse wet. Maar wie had er in dit geval gelijk? Floris de Vijfde kreeg gelijk. Want het is fucking Floris de Vijfde. Maar dat boeide de erfgooiers niet. 100 jaar later had onze goede vriend Willem de Derde van Holland hetzelfde probleem. De gooiers die bleven vergaderen en dat maakte Willem boos omdat ze daarmee eigenlijk zijn autoriteit ondermijnden. Eigenlijk is dit het tegenovergestelde van kakkergedrag. Dit is socialistengedrag. Een soort van sociale vorm is het wel. Maar ik denk niet het idee wat wij hebben van socialisten. Deze manier van boeren is eigenlijk al heel oud. Die voert terug op de middeleeuwen. Toen was dat heel gebruikelijk. Het opvallende of het bijzondere is dat het in deze streek langer heeft voortgeduurd dan in andere gebieden van wat nu Nederland is. En dat heeft geduurd tot uiteindelijk wel 1971. Kijk, in principe staat het los van dat hele boerengemeenschap natuurlijk. Maar het idee van met elkaar een gemeenschap zijn, dat leeft nog wel best wel sterk in deze gemeente. Zo heb je onder andere de Wandelmeent, de Woonwijk. Dat is een bepaald stuk van de Hilversumse meent. Is gebouwd in de jaren 70. Dus dat de commune gedachte stamt wel heel erg uit die tijd. Waar mensen als het ware in een soort leefgemeenschap zijn met elkaar. Gezinnen hebben wel hun eigen huizen, maar ze vormen clusters van gezinnen die met elkaar een keuken delen, de wasmachine delen en ook minstens één keer per week met elkaar eten. Het zijn niet alleen maar gezinnen met kinderen, daar wonen ook oudere mensen en jonge startende mensen. Juist dat hele scalaatje dat is nog steeds. Vroeger gingen ze samen plaggen steken en nu gaan ze samen koffie drinken. Daar kun je misschien de lijn van de erfgooiers in terugzien. Dat met elkaar gebruik te kunnen maken van wat de omgeving je biedt. Dat zie je in een kleine vorm heden ten dagen daar nog wel terug. Zo, dat was het dan. Die erfgooiers die begrepen iets wat eigenlijk, ik denk, niet heel veel mensen tegenwoordig nog begrijpen. Ik denk dat veel te veel mensen de dag van vandaag alleen zijn. En
Nou hoef je dat niet gelijk op te lossen door een commune te beginnen in het midden van de stad met de rest van je buren. Nee, ik denk dat de beste manier om van de erfgooiers te leren is gewoon door je vrienden bij elkaar te roepen. En misschien iets leuks te maken. Misschien een filmpje over iets spannends, iets hyperspecifieks, maar toch iets machtig interessants. Misschien wel een filmpje over de Gooise geschiedenis. Dankjewel voor het kijken. Wander, vertel, hoe zijn jullie op dit onderwerp gekomen? Weer Wikipedia? Of? Nee, ik heb een wat andere manier van onderzoek doen dan Daniel. Ik ga werkelijk naar een bibliotheek en daar haal ik dan boeken. En ik het klinkt persoonlijke roost. Nee, niks naar Daniel. Ik denk dat Wikipedia een heel erg goede manier is van onderzoek doen naar onderwerpen. Ja. Alleen, ik kan zelf gewoon, ik kan daar niet aandacht op behouden. Ik vind het fijn als er echt heel veel plaatjes bij zijn en gewoon zeg maar ook, nou ja, alles informatie zeg maar in één bundel. Dus ik respecteer eigenlijk Daniel enorm dat hij dat kan van Wikipedia, want dat kan ik niet. Ik was dus onderzoek aan het doen naar die tafelbergen en eigenlijk toen ik in die bibliotheek zat, kreeg ik eigenlijk alleen maar boeken te zien over de erfgooiers. Ja. En ik had geen idee wat dat waren, maar... Nou ja, weet je, ik hoorde een heleboel informatie over boeren en weet ik veel wat. Ik dacht van, oké, nou weet je, dan ga ik nu ook eens een keer uitzoeken wat die erfgooiers zijn. Blijkbaar was het dus gewoon een soort van, ja, commune in het Gooi. Wat, nou ja, en dat vond ik eigenlijk al heel erg grappig, omdat dat het tegenovergestelde is van wat het nu is. Het is ongeveer het rijkste gebied van Nederland. Ja, met hier en daar huizen van 2 miljoen met een paar... Over geprivileerde mensen daarin. Twee, 300 jaar geleden begon dat pas eigenlijk. En daarvoor was het gewoon, nou ja, eigenlijk allemaal armoedzaaiers. Ja, als je het zo gaat kijken wel, ja, inderdaad. Ja. Ja, dat vond ik interessant, want dat zet eigenlijk het Gooi een beetje op zijn kop natuurlijk. Eigenlijk heb ik ook, denk ik nu, dat het Gooi gewoon een soort van Amsterdamse kolonie is. Komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja. Ik bedoel, waarschijnlijk wonen er nu niet meer alleen Amsterdammers, maar het komt wel eigenlijk door Amsterdam dat het Gooi nu is wat het is. Ja, en zover ik nu ook weet, als ik een beetje alle afleveringen ga terughalen van wat jullie hebben gemaakt, is dit ook de enigste tot nu toe waar volgens mij geen naar de vesting is benoemd? Nee, dat is omdat ik het zelf niet interessant vond, maar daar heeft er wel een beetje mee te maken. Het was ja, wel daar komt hij weer. Ja, nee. Het is het terugkeerpunt. Naarden is zeg maar, voordat Hilversum de mediastad werd, was Naarden eigenlijk gewoon de hoofdstad van het Gooi. Vroeger was het niet het Gooi, het was het Naardenkland. Want het is eigenlijk gewoon het Naarderland. Ja. En nou ja, dat... Naarden was gewoon een beetje de belangrijkste stad. Dat was het fort, zeg maar. Waar eigenlijk iedereen naartoe moest als er oorlog was. Ja, nu... Dat het heeft geholpen, dat is natuurlijk... Dat is weer een andere vraag, want het werd de hele tijd gewoon binnengevallen zonder pardon. Ze lieten ze gewoon letterlijk naar binnen. Dus waarom je dat fort dan zou bouwen, weet ik niet. Maar... Ja. Goed, nou ja. Dat is inderdaad ook weer een onderwerp van een andere docu die je ook hebt gemaakt. En inderdaad, zo valt eigenlijk alles samen. Dat maakt het eigenlijk heel erg leuk om onderzoek te doen naar één klein gebied. Ja. Want nou ja, ieder beetje geschiedenis valt samen eigenlijk uiteindelijk. Ja. Mm-hmm. Dat was ook mijn vraag nu inderdaad nog. Van, als je hebt nu zo alles gemaakt. En dit is ook de laatste voorlopig zover ik weet. Ja, misschien gaan we nog wel meer maken. Ja, maar in ieder geval voor het echt... Voor Gooise Gelul is Gooise Gelul laatste, is dit de laatste inderdaad. Heb je ook een beetje dat je dit nu denkt van... Oké, dit is wel goed afgesloten zo. Je bent blij met het eindresultaat? Ik denk het wel. Hoe ik hem had geëindigd, zeg maar, is natuurlijk... eigenlijk de beste tip die ik aan iedereen kan geven... als je je gewoon alleen voelt. Doe wat vrienden bij elkaar en maak wat, man. Ja, het wordt gezellig of vaak. Maak eerst iets, maar vind iemand erbij. Ik kende Daniel niet zo goed voordat ik hieraan begon. Ik respecteer Daniel nu heel erg ook als maker. Ja. Omdat ik met hem deze dingen heb gemaakt. Hij heeft hem 2 van deze scripts geschreven.
En hij heeft die quiz van vorige week gemaakt. Nou, dat heeft hij heel goed gedaan. Ja. Dus daar, nou, heeft hij goed gedaan, denk ik. En wat daar... vind jij nu van zeg maar, hoe ze dit hebben gedaan, hoe het eruit ziet? Ik vind het echt goed is geworden. Het is echt gaaf. Veel informatie, vooral heel veel nieuwe informatie. Want ik wist eigenlijk bijna niks over Naarden en alles. Dus ik heb er best wel echt wel wat informatie uitgehaald. En ook in een korte periode in dat opzicht. Zijn het ook video's van maximaal 5 minuten? Ja, ongeveer. Dat probeer ik. Ja. Ik denk eentje is net over de 5 minuten. Ja, maar ja, we gaan niet leren neuken op secondes. Het doel is altijd 5 minuten. Ja. Dus eigenlijk ongeveer 3 minuutjes uitleg en 2 minuutjes interview. Ja, en dan heb je toch best veel informatie kunnen proppen in die 5 minuten. En dat iedere 2 weken, ja, dat was een uitdaging. Maar je hebt het gedaan. Ja, het is ik vind het echt chapeau voor jullie allebei, vind ik heel knap. Ja, nee, zeker. Dus. Ja, thanks. Maar dankjewel voor het komen en ook dankjewel voor het maken van de video's. Ja, geen probleem. Dan gaan we nu door naar het volgende onderwerp en dat is de podcast. Welkom allemaal bij Kees in het Gooi, waar misdaad en hulpdiensten samenkomen. Vandaag ben ik hier met Jill, mijn co-host, want vandaag is de laatste aflevering, jammer genoeg. Hi. Hi. Okay. Nou, Joyce, wie zijn wij? Ja, ik ben Joyce, ik ben de host, ik zit elke aflevering erin. Wij zijn de bedenkers en makers van Kees in het Gooi. Wow. Wat zijn eigenlijk voor ons, wat waren obstakels waar we tegenaan liepen? Dat zijn er geloof me genoeg, maar... Ja, sowieso de gasten, dat is echt heel vaak last moment pas geregeld. Ja. Wat zijn dingen die wel goed gingen? De vragen verzinnen. Ja, dat was ook wel het makkelijkste. Ja, we hebben heel veel gasten mogen ontvangen, maar wie was jouw favoriet? Björn, de ambulancemedewerker. Ik denk de mijne, dat is wel Trace Lammers. Mm-hmm. En dan weet ik nog, Joyce zei een keer van, nou, ik denk dat dit het wel was. Heb jij nog vragen, Jill? Ik zei zo, nee, ik heb geen vragen. Trace, heb jij nog vragen? Ja, nou... En toen kwam het de rest van het half uur. Toen kwam weer een half uur verder. We hebben hier nog een paar korte highlights van de show. Van alle gasten, wie ze waren, wat ze doen. Veel kijkplezier. Zeg dat een kind betrokken raakt bij een winkeldiefstal, dan zal ik daar iets dieper op ingaan. Dus in plaats van alleen maar het aanhouden. Het is een heel algemeen pakket wat je nodig hebt. En je hebt ook een bepaalde mindset nodig om dit werk te doen. Die was volgens mij ook wel onder invloed. Oh, ja. Dus die probeerde mij een klap te geven. Ja, ik kon hem gelukkig nog ontwijken. Dat mensen in hun, in hun onderbroek of string gewoon het water in doken en gingen zwemmen. Het is juist aan Jan van Zanen te danken dat hier de meeste activistische activist van Nederland zit waarschijnlijk. Ja. Want ik ga naar iedere demonstratie waar ik aanwezig kan zijn. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je een genoten hebt van de verhalen, van de gasten, van de host. Die gaan we ook opnieuw, ga ik niet zeggen. Bedankt voor het kijken, voor het luisteren, de verhalen. Ik hoop dat je genoten hebt van de gasten en van de show zelf. Ik hoop dat er ooit nog een nieuw seizoen komt van Kees in het Gooi. Maar dan met nieuwe gasten, nieuwe host. Tot later misschien. Nee. Gaat zo niet soepel uit. Nou, dit was dus de laatste aflevering wat jullie voorlopig hebben gemaakt. Ja. Wat vond jij ervan? Ik vond het aan het begin heel lastig. Ik was ook heel zenuwachtig voor de aflevering, want het was gewoon iets nieuws. Maar meer het maken dan? Of ook het weet je, gasten regelen, host regelen? Of meer gewoon wat je daarna hebt gedaan, het presenteren zelf? Nou, eigenlijk alles. Ik heb aan de ene kant, ik moet mensen regelen. Dat heb ik nooit gedaan. Mm. Ik zit voor een camera. Daar heb ik origineel eigenlijk echt een hekel aan. Ik hou er niet van om voor een camera te zitten. En nu zit je toch hier? Ja, en ik zit weer hier. Maar dus ja, het is eigenlijk alles was echt wel compleet nieuw. In het begin was het ook, daarom liep het ook heel stroef. Want het was gewoon heel lastig. Wie moet je bereiken? Wat moet je doen? Wat zijn al je voorbereidingen die je moet plegen? Ja. Dat was gewoon lastig, heel lastig. En uiteindelijk is het toch altijd gelukt. Ja. Wonderbaarlijk genoeg. Want we hebben echt momenten gezeten dat we echt eigenlijk zo zaten van... over 2 dagen moeten we show opnemen. En we hebben nog niks. Ja, en het moet er wel zijn. Dus, en ja. Ja. Zo te horen, ik zie jou ook lachen. Het klinkt ook... Het is wel heel erg vaak heel erg last minute gegaan. Ja, maar ja, dat maakt het ook wel, denk ik. Jij ook, denk ik wel. Ja, we hebben ook op een gegeven moment dat we zo zeiden van... Oké, we gaan nu zoveel mensen bereiken dat we hopelijk in 1 week 2 à 3 afleveringen kunnen opnemen.
Is dat uiteindelijk ook gelukt? Nee, echt niet. Nee. Maar is er wel toen een gast gekomen? Ja, we hebben altijd een gast kunnen regelen, altijd uiteindelijk ook op tijd. Ja. Maar er zijn mensen die we echt hebben geregeld 2 dagen van tevoren en die dachten na opnemen, de dag daarna show opnemen. Dat het allemaal zoveel haast achter zat. Ja. Maar uiteindelijk, ja, het lukte altijd. Nou, gelukkig. Dat is toch juist top ja. In dat opzicht. En wat, wel stressvol. Heb jij nou echt nog een moment waarvan je echt denkt van oké, dit of een onderwerp waarvan je denkt, jammer dat ik dit niet heb kunnen doen? We hebben op een gegeven moment hadden we ook noodjeugdzorg en een afkikkliniek in contact gekomen. Ja. Alleen de jeugdzorg, dat was uiteindelijk, die hebben uiteindelijk niet meer op ons gereageerd. Dat was jammer. Dat is wel jammer. En de afkikkliniek, die konden we uiteindelijk pas volgens mij na 18 juni zoiets. Dat is te laat. Dat is jammer genoeg ook niet doorgegaan. Maar die was ook wel echt heel interessant geweest. Die had ik eigenlijk echt wel op bezoek willen hebben. Maar ja. Ja, nou ja, wat niet kan, kan natuurlijk nee, niet. Nee, dat dus niet, dat dus, ja. Nou ja, ja. In ieder geval, ik vind wel telkens leuk hoe jullie dat hebben gedaan en hoe het eruit is gezien gekomen. Dus, chapeau naar jullie daarvoor om het toch voor elkaar gekregen te hebben. Ja. Ook nog een kleine chapeau naar jou. Naar mij? Ja, nou, voor jou, naar jou en ook naar Pieter. Want jullie hebben natuurlijk, nou, ik denk jullie allemaal hebben deze studio geregeld. Mm-hmm. Ja, klopt. Ja, ook. Ja, we hebben hier, ik denk dat we wel een week zijn bezig geweest uiteindelijk. Ja, nou ja, de eerste aflevering zag er ook gewoon eerlijk gezegd niet uit. Nee, maar klopt. Dit is gewoon gezellig. Ja, en een groen tafeltje, gewoon een mooi schermpje, een paar goed bekleed. Uiteindelijk alles vulde zichzelf ook gewoon aan. We begonnen met alleen die houten planken en daarna zijn er lichtjes bijgekomen. Ditje, ja, datje, een scherm. Uiteindelijk nog een heel mooi doek van Indy. Ja, vet. Rats. Ja, nee, maar ik moet zeggen dat ook uiteindelijk vind ik wel dat, ook al maken we allemaal wel losse onderwerpen, dat het wel uiteindelijk als het allemaal bij elkaar komt, dat het wel gewoon een leuk programma is. Of in ieder geval vind ik een best wel oké programma geworden. Ik vond het ook eigenlijk heel erg jammer dat we nu eigenlijk stoppen, want nu begint het leuk te worden. Ja, de eerste paar afleveringen moesten we nog even op gang komen. Dat is met eigenlijk van alles zo. Nu hebben we gewoon echt het format ervoor. We kunnen nu gewoon ermee doen. Maar ja, mm-hmm. Toch. Dat is ook, ook nog een van de onderwerpen natuurlijk. Het einde van de stage. Dus ja, het komt aan het einde. En je kan er natuurlijk kiezen. Ga je ermee door voor leuk? Of ga je iets anders doen? Dat is de keuze wat later nog gemaakt wordt. Ja, maar deels nu. Maar met deze mensen kunnen we gewoon niet verder. Nee, iedereen gaat de andere kant op hoogstwaarschijnlijk. Ja, een deel is klaar met school. Nou, een deel moet door naar de volgende stage. Ja, klopt. Dus het is gewoon allemaal zo. Je gaat zo'n ander pad op. Ja. Ja, dus. Dus ik hoop dat ze met volgende stage mee doorgaan. We gaan het merken. Ja. Nou ja, dankjewel. En hopelijk nog tot een volgende keer natuurlijk. Ja. Nou, dan gaan we nu door naar het derde onderwerp. En dat is de Foxpop. Aangezien dit de laatste aflevering van Gepraat op Straat is, zijn dit de leukste, domste en grappigste momenten van de afgelopen afleveringen. Ja, die ziet er wel oké uit. Hoi en welkom bij deze aflevering van Gepraat op Straat. Je kan ook gewoon aan docenten vragen, dat scheelt. Ja, super, super raar. Waarom stoppen ze niet? Een beetje wel, ongeveer een beetje wel. Nee, dank u wel. Oh, dit is echt heel hoog. Ik hou niet van hoogtes. Maar goed, ik ga nu een lekker... Ja. We zijn hier vandaag in het Reuzenrad met Tom. Dus Rosa Hosler. Zij heeft gehosslerd dat wij gratis in het Reuzenrad mochten. Ik vind het gewoon een beetje ranzig. Het is gewoon vies. Dat was het weer voor deze keer. Joejoe. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ben je een beetje zenuwachtig? Een beetje zenuwachtig. Okay. Nou, Pieter. Vertel, wat vind jij van die Foxpop wat we hebben gemaakt? Ja, ik ben eigenlijk best wel blij mee. We hebben nu hoeveel? Vijf afleveringen gemaakt. Ik was er eigenlijk wel blij mee. Ik vond het wel leuk om te doen. Het was wel spannend, want ik ben niet de meest sociale persoon in buiten omstandigheden. En volgens mij vindt niemand het leuk om, of vindt iedereen het wel lastig ergens, zonder oefening, om gewoon mensen op straat aan te spreken en zeggen, hey, wil jij even een vraagje van mij beantwoorden? Een microfoon en een camera op je. Ja.
Dus ja, ik denk dan nog steeds wel eerder, dat hadden wij het ook al een keer over gehad, dat op het moment dat je met een NOS of RTL ding loopt, dat je eerder sowieso of 538 of iets in die geest. Als je gewoon zo'n kap met een logo erop hebt. Ja. Zoveel makkelijker, want dan denkt iedereen, oh, het is de NOS, maar als iemand naartoe komt met gewoon een lullig microfoontje, dan denk ik, oh, die komt van TikTok, die wil een TikTok hebben. Nee. Nee. We maken ook gewoon tv. Ja. Waarom? Soms best. Goed huilen, dat snappen we. Goed huilen. Maar heb je nou nog een onderwerp waarvan je zat, dat had ik nog wel een keer willen doen? Nee, weet ik niet. Ik vond de onderwerpen bedenken altijd best wel moeilijk. Nee, niet per se moeilijk. Het was wel altijd makkelijk onderwerpen bedenken. Dat deden we dan ook gewoon met het hele team. Maar het was wel altijd even denken, wat is nou nu echt relevant? Dat was altijd. Ja, ik weet niet. We probeerden altijd een beetje onderwerpen waar eventueel een beetje over kon discussiëren. Ja, discussiëren, zeg maar. Waar mensen verschillende meningen over konden hebben. Precies. Ja. Dus het was altijd wel een beetje zoeken, maar wel op zich wel. Dus ik weet niet wat ik nog verder zou willen doen. Dat zou ik dan moeten ongeveer waarschijnlijk een dag van voordat we gaan opnemen. Ja, waarschijnlijk. Dat was ongeveer wel hoe we het deden inderdaad. Ja. En wat vond jij van al die foxpopjes en alles? Ik vond de foxpop oprecht altijd een heel leuk onderdeel van vind. Want we zijn nog niet klaar, hè? Ja, nog niet, ja. Maar ja, ik vond het ook goede onderwerpen. Ja, wat je zei, we bedachten het eigenlijk met het team. Er werd dan gewoon geroepen, heeft iemand een idee voor de foxpop? Ja. En dan ergens later dan zag ik dat idee terug en dan denk ik, oh ja, heb ik inderdaad iemand horen zeggen. Of zo. Ja, want wij hadden ook nog een keer dat we zouden iets over inflatie en fatbikes doen. Ja, fatbikes zouden we doen. Kwamen we mensen tegen en over vrede en weet ik veel. Ja, die waren over vrede aan het zingen en toen was het opeens, laten we in plaats van dit doen. Ja. Dat was gewoon heel erg geïmproviseerd. Ja, dat werkte wel. Ja, het werkte wel. Het was uiteindelijk nog best wel een leuke geworden op zich. Dus sommige mensen ook op straat, jongen, heerlijk. En of de Pownet nog tegenkwamen. Ja. Of Pownt. Hoe zeg je dat? Zijn die Pownet tegen? Ja, die waren daar ook aan het opnemen bij Hoogkaterijnen. Ja. En ze wilden geen vragen voor ons beantwoorden. Nee, dat vond ik wel heel lullig. Echt? Ja, liep naar haar toe. Ja, willen jullie misschien wat vragen voor ons beantwoorden? Dat is leuk. Zei die echt zo, nee, we hebben maar een half uur. Nee, maar een half uur, dan moeten we het al geëdit hebben. Ja, was leuk vent. Maar ik vind wel dat jullie leuke mensen hadden die geïnterviewd werden. Ja? Ja, ik vind het variërend, maar wel veel gewoon jong. Leuk. Ja, dat nog wel. We hebben op zich, als je gaat kijken, daarna hebben we best wel gevarieerde types ook nog gehad. Ja, zeker. Ja. Vooral die ene met Koningsdag, dat is mijn favoriet. Dat jullie hem in de kermis zijn, die vind ik gewoon heel leuk. En ik vind ook die mensen, die vind ik gewoon, er komen gewoon antwoorden uit die ik niet zou verwachten of zo. Vind ik grappig. Ja. Ja, ik moet zeggen, die vond ik ook wel leuk om op te nemen. Die ook op de kermis? Ja, ook gewoon alles erop en eraan. Ik was wel echt misselijk. Ja, nou die suikerspin, ja. Met die suikerspin was gewoon echt 7 keer jouw hoofd. Ja. Oh man. Ja, ik blijf het nog wel mooi vinden. Ja, ik wel, en hij was ook wel lekker. Ja, kijk uit, het is een tafel. Die is waarschijnlijk al ouder dan dat jij bent. Ziet er wel zo uit, ja. Ja, daarom. Het was scherp. Ja. Maar goed, ik vond het erg leuk om te doen. Ja, ik weet niet, zou je het ook nog zelf doen voor jezelf, voor TikTok, iets anders, videootjes of iets in die geest? Misschien. Ik weet niet. Ja, misschien zeggen nee doen. Ligt eraan wat er op mijn pad komt. Helemaal open. Ik vind dit een heel politiek correct antwoord. Vind ik heel mooi gezegd. Net zoals ik vind dat. Ja. Het is een mening. Ja, het is een mening. Vrijheid. Vrijheid van meningsuiting. Dat is belangrijk. En dan gaan we nu door als afsluiting van deze aflevering naar de kakkers. De kakkers! Lekker buurtje. Zeker. Ja, dat dacht ik wel. Wat een lelijke buurt dit. Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi. Ga zitten al nu. Dat is goed. Mooi. Zo. Kijk toch eens. Mijn Funko Pop verzameling, cool toch? Ja. Ja, erg schattig ja. Ik vind het gelukkig te verzamelen. Verzamel jij dan niks? Postzegels of zo? Nou ja, ik verzamel wat hoor. Huisjes bijvoorbeeld. Huisjes? Hoe bedoel je huisjes? Nou, precies zoals ik het zeg. Ik verzamel huisjes. Bedoel je speelgoedhuisjes of modelhuisjes? Ja, gewoon normale huisjes. Twee onder een kaphuisjes, alleenstaande huisjes, rijtjeshuisjes. Je bedoelt woningen waar mensen in wonen?
landhuisjes, studiootjes, flatjes, eengezinswoninkjes. Ja, genoeg. Wat? Hoeveel huisjes heb je dan wel niet? Poeh, hé, dan moet ik even rekenen hoor. Volgens mij, volgens mijn laatste berekeningen, had ik in totaal 1182 huisjes. Hoezo heb je er zoveel? Oh, gewoon, dan neem ik een loopje door de wijk heen en dan zie ik een verkoopbord staan en dan bel ik aan. En dan bied ik er gewoon 100k bovenop en dan 9 van de 10 keer verkopen ze het gewoon gelijk aan je. Dus daarom kom ik niet aan een huis. Jij hebt ze allemaal. Hoeveel kost het om bij jou een huis te huren dan? Huren? Ben je helemaal mal geworden of zo? Ik ga mijn huisjes toch niet verhuren? Ik lijk wel gek. Hoezo niet? Als je allemaal paupers in je huis laat wonen, dan worden al mijn huisjes hartstikke lelijk. Ik hou mijn verzameling liever mooi. Dus noem je mij een pauper? Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Realiseer je wel dat jij mede veroorzaakt bent van de woningcrisis? Door jou kunnen wij paupers het huis niet uit en zit ik nog steeds bij mijn ouders vast. Nou weet je, misschien heb je wel gelijk. Misschien kan ik wel een paar huisjes wegdoen voor een mooi prijsje. Goed zo. Nou kijk, dan ga ik naar Funda en dan wil ik een huis verkopen. En dan... Oeps. Wat heb ik nou gezegd? Heb je nou weer een huis gekocht? Oepsie floepsie. Laat ik zeggen dat ik niet trots ben op mijn laatste oepsie floepsie. Jawel. Nee. Hoezo niet? Ja, het is, het staat in het script. Ja, dat het stond, het stond zeker in het script. Ja, alleen meer zo... Ja, goed. Maar hoe vond je het nou om al die scripts ervoor te bedenken en ook te filmen? Ik bedoel, je hebt ze allemaal gedaan. Wat vond je ervan? Zal ik het geheim achter de script vertellen? Vertel de geheim. Vertel het. We hebben eigenlijk alle scripts tot deze, want deze heeft Daniel geschreven. Hebben we ChatGPT laten schrijven. Maar, hear me out. Ik vind het wel een leuk idee eigenlijk om gewoon te kijken hoe ChatGPT kakkers dus ziet. En heel stereotypisch dit is. Dan deze, dit is hoe Daniel kakkers ziet. Maar de andere, dat is hoe ChatGPT kakkers ziet. Het is echt... Dus ook niet boos op mij worden. We gaan ik nu heb echt boos geschreven. Op jou worden. Oké. Okay. Nee. Nee, maar ik vond het wel leuk om te maken. We zijn er steeds beter in geworden. En naarmate we routine erin kregen. Pieter was cameraman trouwens, daarom kijk ik hem aan. Even props, ja. Kunnen we even allemaal... Oké, okay, goed. Wat ging ik zeggen? Oh ja, dus het werd steeds... Mag ik ook even... Hallo. Het ging eigenlijk steeds beter. Het begin was nog wel stroef. Vooral als we Rosalie als actrice hadden, moet ik zeggen. Dan moesten we vaak 30 keer hetzelfde shot opnemen. Hè? Ja, favoriet. Of als regisseur met paraplu. Of als regisseur, inderdaad. Ja, de eerste, de allereerste... Ja, dan ging ze toch met een paraplu staan, terwijl die gewoon voor de cameraman bedoeld was. Wij waren... Even een snel verhaaltje voor het slapen gaan. Wij gingen de eerste sketch opnemen en dan ergens in een bos en het was aan het regenen. Toen kwamen we daar, toen was de microfoon, die deed het niet. De batterij waren op, toen moesten we naar de Albert Heijn to go. Nou, ook nog eens echt bakken met geld kwijt aan een paar batterijtjes. Toen kwamen we terug, maar het was aan het regenen. Die jongens, die moesten de hele tijd zonder jas, maar het was echt fucking koud. Ik bedoel, hè, koud. Toen... Had ik dus een paraplu van mijn moeder gekregen nog wel, yeah, voor de camera. En Rosalie, die was regisseur en die stond gewoon de hele tijd zo met de parapluutje zo. Maar, ja, dat is... zo. En dan was ik zo van, Rosalie, de camera wordt nat. Maar goed, dus als ik dat ook vergelijk met hoe dit ging, ja, dat is echt, nee. Ja, jij. Wacht even. Nee, maar dat was wel. Ja, jij was het. Maar jij bent ook... Zeg maar creative director. Je bent gewoon alles. Ja, zeg maar, we hebben daar niet meer een los persoon voor nodig. Nee, het is gewoon, het ging, kijk, ik was er bij de laatste twee was ik erbij en het ging op zich best soepel. Ja. Een beetje soms met hoe of wat qua shots, maar ja, ik vond het best. Ja. Ja, want bij de eerste had je dan Indy en Rosalie, in principe als dan twee regisseurs. Maar ik was, jij deed camera toen deed ik audio. Mm-hmm. Stond ik daar te trillen met mijn... Ja, daarna zijn we overgegaan naar zenders, dat was ook wel beter. Ja. Ja. Nou, maar het is wel grappig om te vergelijken, die eerste en die laatste. Dat zie je echt wel verschil. Nou ja, behalve dan, kijk, als had je eigenlijk nog script, dus dan moet je eigenlijk die daarvoor pakken. Dus zeg maar niet deze, maar die van vorige keer. Want die is ook nog geschreven door ChatGPT. Ja, dat is waar. Nee, maar gewoon de allereerste. Ja, de allereerste en dan zeg maar de laatste geschreven door ChatGPT. Wat?
De laatste, je hebt de eerste, die is ook al. En ja, dan de laatste, dus eigenlijk niet deze, want deze dan weer eigenlijk... De vorige over de zwerver. Ja, dat, het was erg leuk om een zwerf belachelijk te maken. Aka, onze stagebegeleider. Onze stagebegeleider. Ja. Maar hoeveel om mezelf helemaal vrij te maken, doe ik normaal gesproken niet alleen voor acteerwerk. Zegt hij altijd. Maar hoe vond jij het acteren? Ik vind acteren en presenteren vind ik altijd wel leuk. Altijd wel even spannend, maar ik vind het wel leuk. Dus je vond Oepsie Floepsie stiekem toch niet zo erg, hè? Dat wel. Dat ging mij wel echt... net zoals met mijn wenkbrauwen die even omhoog gingen met huisjes. Tijdens het draaien... Ja, ik ga geen Oepsie Floepsie zeggen. Ik ga het echt niet. Ik ga iets bedenken en toen dacht ik echt gewoon... Ik zat daar en op een gegeven moment dacht ik echt van... Het was wel een one-taker. Laat maar. Hij was zo cringe dat hij gewoon gelijk goed was. Ja, hij was echt heel cringe. Ja. Echt te eigenlijk. Dat was ook zo close. Gewoon echt... Dat was zo'n mooi shot. Ja, het was echt hoeveel erg. Hoeveel huizen bezit jij? Genoeg. 1182. Nee, maar gewoon snel zeggen. Nu geen. We gaan echt kakker. Misschien een kartonnen doos. Maar dat is alles. Huizenmarkt. Ja, huizenmarkt is geweldig. Ja. Nee, dus niet. Nee. Maar goed, dankjewel. Ik ben erg benieuwd of jullie nog andere video's ooit nog zoiets als dit gaan maken. Of in ieder geval ChatGPT gaan gebruiken voor grappige sketches. Ja? Oh, het is een vraag. Ja, nee, ja, vraag, opmerking. Ik dacht, misschien komt er nog een reactie uit. Weet je, ik vond het wel leuk. Ja? Ik zie geen reden om het niet vaker te doen. Misschien wel een ander onderwerp. Want nu hebben we genoeg kakkers gehad, denk ik. Maar het is de KCU. De Kakker Cinematic Universe. Oh ja. Ja, goed. Met dat cringe einde gaan we door. Bij dit het zelf inziet. Nou, alle onderwerpen zijn er doorheen. Dus zeggen wij van filmploeg tot editors. Dankjewel voor het kijken naar Gooi's Gelul. Dit was de laatste aflevering. En voor nu, tot ziens. Doe het. Jezus. Doe het. Ik wil die dingen niet. Kom hier dan.